Wow. Hey guys, welkom bij een nieuwe vlog. Het is vandaag dinsdag, maar het voelt als maandag, want we hebben paasweekend gehad. En gisteren was maandag, was een vrije dag. Dus, dus ik heb het idee dat het maandag is, maar het is dinsdag. En we gaan zo Olivia ophalen op de crash. Olivia is voor het eerst sinds ze ziek geweest, dus weer naar de crash geweest. En Sander en ik willen eigenlijk nog even snel een fotootje maken. En dan komen Alex, een meisje uit Frankrijk, en haar vriend en kindje bij ons eten. Dus misschien moet ik ook even thuis een beetje opruimen. Ja. Hey guys, ik weet niet of ik vandaag al gevlogd had. Het is ineens heel veel in de zon. Maar het is vandaag woensdag en ik ben me even aan het klaarmaken voor die Magnum Party. En ze hebben daar een 20s thema. En ik ben zo iemand die dan niet goed nadenkt en een half uur voordat hij weg moet denkt, oh ja, ik heb niks in 20s. Dus ja, ik heb me niet echt goed voorbereid. Maar ik ga make-upje even opdoen. Wacht, ik moet even iets hoger. En dan ga ik even door mijn kast nog een keer kijken. En dan ga ik met allemaal mensen uit eten bij Impero. Dat zal ik wel even filmen. Waar is mijn mascara gebleven? Dan ben ik altijd alles kwijt. Hey, het is zo bizar. Er kwam net iemand aan de deur. En ik doe open en kijk eens wat hier staat. Dat is toch ongelooflijk? Noor is even niet, maar ik neem het nu aan. We gaan natuurlijk naar Disney en volgens mij hoort dit daarbij. Toch? Ja. Oh, dat is zo amazing. En wat is dit allemaal? Pakketjes van Disney. Oh my god, wat vet. Jullie gaan lekker een weekendje naar Disney. Ja, klopt. The dad.com en de mom.com. Die hebben een heel tof weekend geregeld. Hey, tof man. Super, dankjewel. Yes. Hey guys, good morning. Ik was gisteren mijn vlogcamera vergeten. Echt super stom. Dus ik heb de hele avond niet gefilmd. Ik had wel wat stories gepost, maar niet de party. En wat ik uiteindelijk had aangedaan en zo. I'm sorry. Het is nu donderdag en ik ben echt mega gaar. Dus ik heb even eten besteld. Dit om precies te zijn. Dus ik ga even eten en dan door met deze dag. Hey guys, good morning. Ik ben echt de slechtste vlogger ooit. Wacht. Echt de worst vlogger ever. Het is nu vrijdagochtend. Ik voel me echt niet fit. Het is echt zo erg. Ik ben 1 keer oud geweest en ik had 2 uur geslapen. Ik moet er echt van bij komen gewoon. Het is nu 8 uur. En ik denk dat ik ook even een vitaminepil in ga knallen. We gaan naar Disney vandaag. Olly heeft er ook super veel zin in, en Bibi ook. Die kunnen echt niet wachten. We gaan ik moet even de tas inpakken van de hele fams en dan gaan we erheen. Dus ik ga alles filmen. En goed ook. Ik heb zo weinig weer gevlogd. Ik hoop niet dat jullie het erg vinden. Maar eerlijk is eerlijk. Ik ben normaal echt een consistente vlogger. Ik upload altijd. En ik mis bijna nooit vlogs. In de 2 jaar dat ik vlog. Dus dat. Ik hoop dat jullie het me vergeven. Dat ik even een messy week heb. Maar goed. Ik heb alsnog geen vlog gemist. Alleen mijn vlog was gewoon wat korter van deze week. That's the only thing. Ik ga de koffietjes naar boven brengen. Want Sander slaapt nog. Oh my god, ik schrik me nog wel. Sander slaapt nog. En Olly en Bibi zitten samen in bed TV te kijken. Wat wil ik nou zeggen? Oh ja, maandag gaan we naar LA. Nee, dat is niet waar. Dinsdag gaan we naar LA. Naar Coachella. Olivia gaat ook mee. Niet naar Coachella, maar naar LA. Ja, I need to inject this shit. Hoe zie ik er eigenlijk uit? Ik heb ook nog geen spiegel gezien. Oké, ik ga koffie naar boven brengen, spullen inpakken en zie je zo. You guys are so cute. Yeah.
Zijn jullie Bolt aan het kijken nog? Nee, toen zei ze, is een beetje eng. Oh. Maar echt, echt, echt heel lief. Ja. Dus toen zei we, wilden ze een paar van Sinterklaas kijken. Oh, oké. Oké, I'm gonna go and get packing. Breng jij haar zo naar boven? Hier is Ollie's koffertje. Die slofjes zijn wel handig voor de auto misschien. En even kijken wat leuk is om mee te nemen verder nog. Pyjamaatjes, vestje. Ik zoek iets wat ik niet kan vinden. Oké, nou, it's a miracle. We zijn ingepakt en we zijn aangekomen bij Stadionplein. En we gaan met BMW naar Parijs en we hebben het koud, hè? En kijk hoe vet alle auto's. Dit is die van ons. En hij is helemaal decked out. Met onze naam erop. Heel vet. Wij zijn aangekomen op de eerste stop van onze trip in Breda, volgens mij. Het is hier echt zo mooi. We zijn bijna bij Mickey Mouse. Ik ben lekker aan het slapen. Ja, bijna, want niet we gaan lekker even lunchen. Eerst gaan we even wat eten. Ja. Wil je die lekker uitdoen? Dat is het. Hier. Dit zijn de eerste stop. En Ruba en de family zijn ook gezellig mee. Hi. Schat. Ja, dat gaan we doen. Wij zijn dus onderweg naar Disney. Voor een weekendje Disney met de kiddies. En ik had nog helemaal niet zoveel erover verteld. Maar we gaan dit weekend naar Disney met Preda Pregnant. Dat is een platform voor alles wat met moederschap te maken heeft. En de mom en de dad. De mom is natuurlijk voor moeders en de dad voor vaders. En Preda Pregnant is eigenlijk voor zwangerschap. Een newborn en dat soort dingetjes. Ja, ze heeft ook een trui waar de mom en dad op staat. Die zijn daar. En Olivia is luiers aan het uitpakken. Bibi is iets aan het kijken, denk ik. En deze trip is ook gesponsord door BMW. Ja. Dus wij hebben deze BMW X6, denk ik, ja, meegekregen. Ja. Hoe vind je hem rijden? Nou, ik moet je heel eerlijk toegeven dat ik de BMW X6 qua vorm, vind ik het zeg maar... als je vroeg in de klas zat en er was één gozer waar je bang voor was omdat hij zo groot en gespierd was, dat zeg maar de X6. Maar schijnbedriegend, als je erin zit, ja, heb je wel super veel overzicht. Dat je, je bent hoog, je zit hoog op je wielen. Ja, je bent wel een beetje de koning van de weg. Ja, en als je er niet in ziet, dan vind je dat misschien een beetje ver. Maar als je erin ziet, denk je ja. Dit is amazing. Lekker, ja. En ik merk ook dat het echt oprecht waar. In het verkeer hebben mensen ook wel een beetje een zacht respect verschijnen. Ja, ja, ja. Top. Dus mensen gaan wat sneller aan de kant. Ja, maar goed, en het rijdt gewoon lekker. Het is super comfortabel. En mooi leer. Ja, ik vind het leer heel mooi. I like it. Yes. Guys, de weg is echt één groot drama. Het is echt zo druk. Op de weg, echt. I cannot deal. En ik had net een Insta-story gepost. Een stukje van mijn outfit. Dit heb ik aan. Dit witte shirt van Saint Laurent. Ik heb deze nieuwe riem trouwens, een vintage Chanel riem. En de achterkant zijn ook die Chanel logo's. Even kijken. Waarom staat daar een berg? Het zijn de Pyreneeën. Het zijn de Pyreneeën. En een jas van Monkey, volgens mij. Een lange denim jas en een vintage Levi's. En deze zonnebril is dus nieuw en ik kreeg er zoveel vragen over, dus ik zal hem hieronder linken. Hij is van Gigi Hadid voor Folk Eyewear. Ik heb hem gekocht bij ASOS, maar je kan hem ook bij Zalando kopen. Misschien vinden jullie dat trouwens chiller. Ik link wel even die van Zalando, want ja, daar kunnen we heen kopen. En we gaan er een leuk weekend van maken. Ik probeerde net even te slapen, maar ik heb er echt goed. Ik heb er ook heel veel zin in. Zo leuk dat Wiepje mee is. Ja. Het is zo warm hier. Achterin? Ik heb echt op 16 graden staan. Staat de airco niet goed aan? Ja, echt helemaal vol. Oh ja, maar hier staat natuurlijk... Hij staat op 22 graden daar. Ja, nee, ja, maar ik wil hem wat zachter zetten. Maakt maar niet uit. Goed, iedereen moet het een beetje naar zijn zin hebben natuurlijk. Zo lief, ze hadden zo'n rugzakje. Met allemaal eten hadden ze erin gedaan. Deze hier? Ja. Is er snoep? Er is wel een cakeje.
heb ook een beetje honger. Lily. Waar is die pure chocolade gebleven? Ja, die had ik. Maar where it ended up, I have no idea. Dus cake? Nou, dan heb ik liever een madeleine. Kijk dan. Oh, tissues. Wat leuk. Wil je die? Het zijn tissues voor je neusje. Wil iemand nog een appeltje? Ja, ik wil wel een appeltje. Ik heb ook wel een fruitbakje. De vibes van binnen oplaaien. De vibes van binnen oplaaien. Poesje. Ja, right. Waar? Ah ja. En dan nog iets wat ik met jullie wilde delen. Ik even iets minder ingezoomd ben. Mijn camera's moeten de hele tijd automatisch in. Is dat we een bureau willen kopen. Wat vinden jullie daarvan? Heeft iemand er ervaring mee? Ja, zo ja? Hoe ik erin sta. Bibi is in ieder geval pro. En dat vind ik leuk, hè? Sander. Je weet hoe ik erin sta. Ik heb trouwens vandaag weer mijn hartjesoorbellen in. En ze zijn al best wel een tijdje uitverkocht, maar ik krijg nog steeds aanvragen. Vinden jullie dat ik die opnieuw moet uitbrengen? Let me know. Misschien gaan we dat wel doen. Ik zit er ook te denken om een klein gedeelte in zilver misschien te bestellen. Maar laten we komen achter. Je kan je ook trouwens bij Summer Sunday inschrijven voor de nieuwsbrief. Want dan krijg je altijd als eerste te zien als er nieuwe items binnen zijn. Want ze gaan altijd zo snel op en er komt echt heel veel nieuws aan. Maar het beste is eigenlijk om de nieuwsbrief in te schrijven. Ik zal ook hieronder linken, maar dat kan gewoon via onze website. Wij zijn aangekomen in Disney. Echt super leuk. We zijn in het Disney Hotel, daar slapen we. En dit is onze kamer. We hebben alleen nu echt al een bende gemaakt, dus sorry daarvoor. En normaal slaapt Olivia een babybedje, maar we dachten het is best wel leuk als zij gewoon bij ons kan slapen. Dus we gaan, Sander en ik gaan in één bed en Bibi en Olly gaan in één bed. Dus dat wordt leuk. Olivia heeft een staartje in en een rugtasje om. Haar eerste rugtasje. Olly, waar zitten we? In een restaurant, hè? Allemaal Disney figuren zijn er. Toch? Nee, de Olly eet het daar. Wauw. Is hij een foto? Ik ben met Olly aan het eten. Olly is echt heel bang. Ze vindt Mickey Mouse wel leuk. Maar ze is heel bang dus voor... Nee, zij doet niks. Dus voor alle andere dieren. Ze doet niks. Ga weg. Olly is heel bang voor alle andere dieren. Heel schattig. Deze trip is dus echt zo goed georganiseerd dat we Cybex-karren hebben dit weekend. Dus we hoefden zelf echt letterlijk gewoon helemaal niks mee te nemen. Waar is Mickey Mouse? En het park is dicht. Dus we gaan naar de kamer. Het is echt heel laat. Good morning. Ik wil ook even de vlog nog afsluiten. Dat heb ik nog niet gedaan. En hij komt zo meteen online. Dus heel erg bedankt voor het kijken. En vergeet je niet te subscriben. Dat zou ik super leuk vinden hieronder. Volgende vlog is dus weer vanuit Disney. Want we gaan zo lekker verder vloggen. En ik zie jullie woensdag weer.